TROS TV Show. Iedere maandagavond een uur live televisie. Een programma als het leven zelf. Vaak verrassend, een enkele keer teleurstellend. Dan weer boeiend. Maar in ieder geval rechtstreeks. Dat is de TROS TV Show. Hier is Ivo Niehe. Goedenavond. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik zat gisteravond lui onderuitgezakt naar Studio Sport te kijken. En toen zag ik iets wat je niet elke dag op de televisie ziet. Het gaat heel snel, dus kijkt u. Schitterend van de Wit. Daar heeft hij toch een patent op dit soort actie. En dan weer Vanenburg. Ja, ongelooflijk. En weer Van Basten. 5-0, maar hij staat niet stil. En dus mag het. En dus is het 6-0. En dan is Van Basten weer. Ongelooflijk. Weer ruim baan om te schieten. Nou, dit is de mooiste. Dit is absoluut de mooiste. Een vloeiende beweging. En dat is het voorschrift. Prachtig natuurlijk, hè. En dat krijgen we de komende jaren van Ajax regelmatig te zien. Maar ik heb urenlang te doen gehad met die man die daar in het doel stond. Een paar weken terug hadden we nog zo bejubeld als de held van Hamburg. En ik denk, die moet komen vanavond. Bas van Noordwijk. Had je het fijn gistermiddag? Nee, niet erg. Ik heb wel fijnere dingen meegemaakt als dit. Dus ik heb het net ook niet gekeken. Nee, je keek even naar beneden, hè? Ja, ik vond 9 gisteren zat en gisteravond weer in de herhaling zijn er 27. Lijkt me niet verstandig. Nee, dat is zat. Hoe verwerk je het als sportman? Dat is eigenlijk wel de zware vraag. Dat je de ene keer de held van Hamburg bent en dat je er dan 9 om je oren krijgt. Gewoon thuiskomen, de telefoon stekker eruit trekken. En tv-programma's kijken die je normaal ook doet. En vroeg naar bed en slecht slapen. Toch wel slecht slapen? Heel erg slecht. Weet je wat ik nou zo verschrikkelijk in je kon waarderen? Op een bepaald moment wou je keepershandschoenen zelfs aan Van Basten geven, geloof ik. Hè? Wat zei je toen tegen hem? Ja, kijk, alles zat bij hun mee. Dus misschien kon hij ze eruit halen. Maar ja, je probeert van alles om een tegenkool te voorkomen. En dan probeer je een beetje uit de concentratie te halen. Ja. Maar ook dat lukte niet, dus ging de 9e er ook in. Ja, jammer hè. Toch moet het uniek geweest zijn dat je juist in Amsterdam je voornaam hoorde scanderen, hè, door het Ajax-publiek. Ik hoorde opeens Bassie, Bassie. Ja, nou, volgende keer mag het echt muisstil zijn. En dan moet het 0-1 zijn, dat vind ik veel leuker. Ik kan me voorstellen. Zeg, is dat Ajax ooit nog te stoppen of heb je gewoon ook met een beetje bewondering staan kijken? Nou, nee. Kijk, het is zo, ze staan 4 of 5 punten achter op PSV. En de realiteit is natuurlijk dat ze ook die wedstrijden dan moeten winnen. Ja. En dat weten ze dat net zo goed als ik. Dus of ze te stoppen zijn, dat zal de toekomst moeten bewijzen. En ja, voor hun hoop ik het. Maar ze moeten het zelf maar uitvechten. Goed, ik wou je 9 rozen aanbieden, maar dat leek me iets te persoonlijk. Ik doe het met deze bosbloemen als troost voor de rotse zondag waarschijnlijk uit je leven. Bas, bedankt voor je komst. Oké, bedankt. Nou zijn er mensen die zeggen, hij kreeg wel bloemen en die mevrouw vorige week, die dat kind bij die hond gered had, niet. Nou, dat is blijkbaar de grootste zonde die je in Nederland kan begaan. Er lag een bos voor de klaar. Ik heb vergeten om die bloemen te geven. En dan bellen er honderden mensen om te zeggen waarom je die bloemen niet geeft. Nou, we sturen ze nog na. Hallo, van de week is voor jou een bijzondere week. Waarom? Frank Sinatra is donderdag jarig. Frank Sinatra zit 50 jaar in de showbusiness. En de Frank Sinatra Society Holland bestaat 1 jaar. En hij wordt 70, dat vergeet je nog even te zeggen, hè? Want 70 is een niet geringe leeftijd. Wat mij opviel en waarom we je gevraagd hebben is, we zagen dat iemand van 16, want dat ben je toch, hè? Ja, dat ben ik, ja. Dat hij fan is van zo'n opa. Nou, opa, ja, dat klopt wel, ja. Dat verbaast mij, want normaal gesproken vinden mensen van jouw leeftijd Dolly Dots en Vanessa veel interessanter dan Frank Sinatra. Ja, dat klopt, ja. Waar komt die liefde vandaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen, ja. Nou, dat is een heel duidelijk antwoord, vind ik in ieder geval. Nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Het enige wat je met me eens moet zijn, dat zelfs echte Sinatra-kenners zeggen dat opa toch enigszins vals begint te zingen, hè, nu. Dat zeggen ze, ja, maar ik zou het niet durven zeggen. Nee. Want er zijn mensen die het wel beweren, maar ook mensen die het niet beweren. Nee. Je hebt een prachtige tekening van me gemaakt, zie ik. Die heb je zelf gemaakt. Zing je ook goed?
Nou, ik zelf, sommige mensen zeggen wel, de anderen zeggen van niet. Dat is erg verschillend. Ja. Wat is het mooiste lied van Sinatra? Dat is het eerste liedje dat ik hoorde, is My Way. Hoe gaat dat? Oh mijn god. And now we end this near and so I face the final curtains. Ja, enzovoort. Ja, vrij goed. Ja, vind ik wel. Nou zit daarnaast je tweelingbroer. En jullie lijken ook verschrikkelijk, maar jij bent dus ook gek op Frank Sinatra, want dat zijn bij tweelingbroers altijd zo te zijn, hè? Als vroeger de ene van de kerkhof geblesseerd was, lag ook meteen de andere thuis. Nou, ik hou dus meer van Vanessa en de Dolly Dots, zoals je net zei. Jij vindt Sinatra niks, hè? Nee, niet bepaald, nee. Hoe gaat het nou thuis als hij toch die... Je hebt 70 LP's, hè? Als hij een van die 70 LP's elke ochtend om 7 uur weer opzet? Nou, hij is door de week gelukkig niet thuis en zit hij op zijn school. Ja, de Rijn- en Binnenvaartschool in Mook. Ja, die wou je even noemen, hè? Doe ze maar de groeten. Hé, hey, hij wordt 70 donderdag. Ga jij een taart met 70 kaarsjes uitblazen? Nou, dat niet, nee. Wel een feestje? Misschien. Ja. Of ga je van hem dromen? Nou, dat valt denk ik ook mee. Goed, dat wens ik je ook niet toe. Bedankt voor je komst. Op twee vragen krijgt u vanavond in elk geval een antwoord. De eerste vraag is, wie komt er straks op die olifant binnen? Ik hoop niet dat het tegenvalt. En de tweede vraag is, welke gastspreker hebben wij in ons Tweede Kamer-item deze keer? Dat krijgt u te zien verderop in het programma. Afgelopen week, dat kan u niet ontgaan zijn, was er belangrijk nieuws voor wintersporters. En u heeft het vast gehoord of gelezen. Er zou wetenschappelijk zijn aangetoond dat als je met een borrel op gaat skiën, dat je dan minder risico hebt op ongelukken. Het was een studie van de Rijksuniversiteit van Limburg, dus ik denk dan nog, dat is dus waar. Of is het toch niet waar? Daarvoor is hier meneer Jens. Hij is directeur van de Nederlandse skivereniging. Meneer Jens, moeten wij allemaal met een slok op de skis nu? Nee, liever niet. We zijn als de dood dat iedereen nou echt met een slok op de skis gaat staan, met alle gevolgen van dien. Ja, wat was dat voor een raar onderzoek? Het was toch een wetenschappelijk onderzoek? Van een universiteit. Het was een wetenschappelijk onderzoek. Dat men heeft dus een aantal mensen geënquêteerd. Dus gewoon een papier toegestuurd en gevraagd, heeft u gedronken en al dat soort zaken. En daar zijn dit de resultaten van. Ja, ze hebben 1000 mensen ondervraagd. Toen ik dat las, toen dacht ik meteen, ja, als ik met een borrel op geskiet heb en ik heb een ongeluk gehad, zal ik dat dus nooit toegeven. Dat lijkt mij ook zo. Ik denk dat hetzelfde onderzoek bijvoorbeeld bij automobilisten te houden. Nou, ik denk dat de resultaten even verrassend zullen zijn. Ja. Skiet u zelf goed? Ik ski heel behoorlijk. U bent verder dan de idioten Hugel? Ik ben een langlaufer. U bent een langlaufer? Hoe gaat oorspronkelijk. Dat? Ja? Dat is veel vermoeiender en daar zijn zelfs mensen gedisqualificeerd bij langlaufwedstrijden wegens alcoholgebruik. Kan je als langlaufer toch voorzitter worden van de Nederlandse skivereniging? Of ik directeur? Ik ben directeur, dat ja? kan. Ja, dat blijkt dus maar weer. Iedereen die je daarover sprak zei, jongens, we kunnen dus nu een borrel drinken. Moet zo'n universiteit dan toch niet op de vingers getikt worden, omdat ze met zo'n studie naar buiten komen, met zo'n resultaat? Ik denk dat het de taak is van andere wetenschappelijke onderzoekers om dat te doen. In ieder geval Oostenrijkse en Duitse onderzoekingen hebben aangewezen dat er inderdaad een promillage van boven de 0,8% is aangetoond bij meer dan 25% van de skiers. Dus dat is aanzienlijk en dat is een lijnrechte tegenstelling tot dit onderzoek. Ja, en daar mag je niet eens mee autorijden, hè, met zo'n promillage. Precies. Ja. Hoe gevaarlijk is het, laten we de zaak eens omdraaien, om met een slok op de skis te gaan staan? Je valt natuurlijk zachter, want je hebt het minder in de gaten. Maar hoe gevaarlijk is het? Je reactievermogen gaat omlaag, aan de ene kant. Aan de andere kant zal je wat relaxter zijn. En dan hebben we over het borreltje tussen de middag. Je hebt een andere borreltje dat je de avond ervoor tot 3 uur 's nachts drinkt. En dan is je zetmeelopbouw van je lichaam gaat een stuk achteruit. Dus dat heeft hele andere gevolgen. Ja. Neemt u wel eens een borrel als u gaat skiën? Niet als ik ga skiën. Wanneer wel? Af en toe. Ja, nou dat mag ook best hoor. Wij hebben eens even nagedacht om de idiotie van het onderzoek aan te tonen. We hebben een enquête gehouden dit weekend onder 3 skiers die een ongeluk hadden gekregen. En die hebben wat vragen gesteld. En wat bleek nou? 2 van die skiers droegen een rode onderbroek tijdens het ongeluk. Dat betekent dus, als ik nu praat in de termen van de Universiteit van Limburg, dat je met een rode onderbroek een kans hebt van 66% op een ongeluk bij skiën. Dus draagt u nooit een rode onderbroek bij het skiën. Een ander punt wat ik in die studie las, nou die naam verdient het nauwelijks, is dat de warming-up onzin is. Hè? Ze zeggen ja. Min of meer, ga maar lekker met koude spieren daar beginnen. Ik heb altijd gehoord dat dat heel gevaarlijk kan zijn. Ik ook. De hele sportwereld eigenlijk, dat is een van de weinige punten in de sportwereld waar nou geen controversie over is. Dat een warming-up training van tevoren en zo, dat ja. Moet men goed doen met het echt een risico verminderd effect voor blessures. Dus wel warming-up natuurlijk. En geen borrel. Vanzelfsprekend. Goed.
Nog even, en we krijgen uit die hoek waarschijnlijk een studie dat het rijden onder invloed heel goed is, dat je daardoor beter gaat sturen. Maar laten we hopen dat het zover nooit komt. Bedankt voor uw uitleg. Tot ziens. Muziek die je niet zo gek vaak hoort op de Nederlandse televisie. En u weet, daar is dan in dit programma juist altijd ruimte voor. Roemeense klanken van het orkest Andrei Serban. Ja! Hartelijk dank. Was perfect gespeeld en tot volgende keer. Dat is onzin natuurlijk. Dit was een vrij kort stuk. Ja, dat heeft u zo gezegd, dus dat doen we dan ook. Ja, het mocht niet te lang worden. Nee, we mogen niet uitlopen, dat is heel duidelijk. Je bent nu eens een keer te gast alleen met je orkest. Gaat het goed met het orkest? Het gaat uitstekend, ja. Nog steeds Nicolai Pirvoet erbij. Ik zeg altijd, dat is de beste panfluitist van de wereld. Mag ik dat zeggen? En uiteraard, hij heeft volkomen gelijk. Maar is het hem ook? Dat is hij. Dat mag ik zo eventjes beluisteren. Nou, we gaan het ook zien dadelijk. En vrouwen zeggen altijd dat zijn hoofd ook zo geweldig goed is, hè? Nou, daar heb jij geen kijk op natuurlijk, dat geeft niet. Jullie treden tegenwoordig op met een dansgroep. Welke dansgroep is dat? Dat is Nitzanim, dansgroep Nitzanim. Wat is dat? Dat is eigenlijk een Hebreeuws woord. Dat betekent groeien. Dus ze willen steeds groter en groter worden. Groter groeien. Altijd groter door groene sokken, zei jouw vader altijd, als ik me goed herinner. Gele kanarie. Of was die andere kleur die kanarie? Nee, dat is een zwarte kanarie. Zwarte kanarie. Wat ga je spelen voor ons? Wij gaan een muziek uit Muntenië spelen. Dat is een streek uit Roemenië. En uiteraard wordt daar ook op gedanst door dezelfde dansgroep Nitzanim. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het orkest Andrei Serban.
Andrei Serban met zijn dansers. Het is alweer 2 jaar geleden dat Heineken en zijn chauffeur Doderer werden ontvoerd. En nu, 24 maanden nadien, is die zaak nog steeds en weer voorpagina nieuws. U kent waarschijnlijk het vervolg van de geschiedenis. 3 verdachten in die zaak werden hier gearresteerd en veroordeeld. En 2 anderen werden in Parijs gepakt. Kortom, de politie deed in feite prima werk. Maar hoe staan de zaken nu? Van die 3 veroordeelden is er inmiddels in Nederland 1 ontsnapt. En de 2 in Frankrijk gearresteerde verdachten zijn nog steeds niet voor de rechter geweest. En van de 35 miljoen losgeld is, niemand weet dat precies schijnt het, tenminste nog 7 miljoen spoorloos. Kortom, we zitten allemaal met een geweldige kater. Waar is het recht in deze zaak? Nou, we moeten toch voor we dit gesprek aangaan u even uitleggen hoe het zat. Die 2 die op dit moment nog in Frankrijk zitten, kunnen op grond van een heel klein verdragje wat Frankrijk en Nederland hebben, dat verdrag dateert uit 1895, in Nederland wel veroordeeld worden als ze uitgeleverd worden, maar alleen maar voor schriftelijke bedreiging. En dan krijg je een straf van een paar jaar en ze kunnen dus niet veroordeeld worden voor ontvoering, want ontvoering staat niet in dat uitleveringsverdrag. Laat ik het heel simpel met een voorbeeldje illustreren. Ik steek morgen een supermarkt in de brand. Daarbij komen 10 mensen om het leven. Ik vlucht op een fiets die ik steel, die voor de supermarkt staat. Ik vlucht met die fiets naar Frankrijk. Nu staat in het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Frankrijk dat ik wel uitgeleverd kan worden voor het stelen van die fiets, maar niet voor het in brand steken van die supermarkt. Ook al zijn daar 10 mensen bij omgekomen. Dus als ik naar Nederland uitgeleverd word, krijg ik 15 gulden boete en een kanskaart en vervolgens niks meer. Destijds al, vlak nadat de laatste 2 verdachten in Frankrijk waren gearresteerd, hadden we een van de hoofdrolspelers in deze zaak in onze uitzending, de advocaat meester Moscovic. Laten we nog eens kijken naar een klein fragmentje van dik 1,5 jaar geleden uit onze uitzending. Kunt u zich voorstellen dat, ik herhaal dat nogmaals voor alle duidelijkheid, omdat u toch op dit persoonlijke stukje zit. We hebben allemaal dagelijks... Nou, u zit erop. Hè? Ja, maar u geeft er toch vrij behoorlijk antwoord op, als ik het eerlijk mag zeggen. Kunt u zich voorstellen dat we hebben allemaal dagelijks met meneer Heineken meegeleefd, dat we eigenlijk maar hopen dat wanneer u die toga uit heeft, dat u dan in elk geval zegt, ik heb mijn werk goed gedaan, maar ik vind het jammer? Dat kan ik pas beoordelen op het moment dat de zaak achter de rug is. Dan nodig u dan nog een keer uit, meneer Moscovici. Uitstekend. De zaak is niet achter de rug, maar er was nu reden genoeg om hem toch nog een keer uit te nodigen. De beroemdste strafpleiter van Nederland, zeggen ze wel eens. Ze zeggen dat alle grote criminelen in ons land het telefoonnummer van hem uit zijn hoofd kennen, meester Max Moscovici. Meneer Moscovici, we hebben u het afgelopen weekend af en toe op televisie gezien. Als een soort oom zat u in een geruite jasje naast de 2 verdachten. Voelde u zich ook zo? Nee, bepaald niet. Hoe voelde u zich? Nou, ik was daar als advocaat en zo voelde ik me ook. Ja, hoe voelt dat om advocaat te zijn van 2 potentiële ontvoerders? Je zou het zo kunnen vragen aan een chirurg. Hoe voel je... Als je iemand opereert waarvan je weet dat hij misschien een minder... misschien een crimineel is. Ja, maar ik vraag het niet aan een chirurg, ik vraag het aan een advocaat. Nou, ik voel me als een chirurg. Ja. Hoe voelt u zich als een chirurg? Dat is goed. Ik doe mijn werk. Ja. Dat is iets wat u vorige keer ook zei. Laten we even... Ik geloof letterlijk zelfs, als ik bijna me goed herinner. Ja. Ik ook. Laten we even gaan naar een paar feitelijkheden. Donderdag zegt opeens de Nederlandse regering tegen Frankrijk... Laat maar zitten die uitlevering, wij hoeven die jongens niet meer. Want ze kunnen in Nederland, althans op basis van dit uitleveringsverdrag, niet veroordeeld worden voor waar we ze althans voor de rechter voor willen brengen. Is dat een listige zet van de Nederlandse regering? Dat weet ik niet. Het is in ieder geval een zet. En ik ga binnenkort in een dagvaarding waarin ik de Nederlandse staat dagvaart stellen... dat het een onrechtmatige zet is. Waarom? Waarom is die zet onrechtmatig? Wel, Nederland heeft door aan Frankrijk uitlevering te vragen... zich in zekere zin, hè, want dus uitleveringsrecht is een heel apart soort recht... Ja. Zich onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechter. Nederland heeft zich ook als zodanig gedragen gedurende... de hele rechtsgang die nogal uitvoerig was in Frankrijk. Ten slotte heeft de hoogste rechter gesproken... en die heeft het standpunt dat zijdens de verdediging... Van het begin af aan was ingenomen...
gesanctioneerd. Heeft gezegd dat klopt. Ja. En dat betekent dat er inderdaad maar kan worden uitgeleverd voor dat minder zware feit. En dan zegt die procespartij, als ik het zo mag zeggen, nou, ik heb wel geprocedeerd, maar ik trek mijn vordering in. Overigens. Ja. Maar dat kunt u de Nederlandse regering toch niet kwalijk nemen? De Nederlandse regering is op één ding uit. Die zeggen, luister eens, wij willen dat die twee verdachten voor de rechter komen en dat daar het delict aan de orde komt waarvan wij ze verdenken. Ja. Dan kan je toch niet zeggen, ik verwijt dat de Nederlandse regering dat ze dat doen? Ja, verwijten, ik heb er wel begrip voor, maar nou, het is dat, niet dat juist. Dat is al heel wat. Waarom ja, is het dan is niet een, juist? Nou, omdat het is onrechtmatig. Kijk, er geldt zoiets als een vertrouwensbeginsel in het recht. En de Nederlandse regering, de Nederlandse staat, heeft het vertrouwen gewekt, ook bij die twee mensen die daar nu in Parijs zitten, dat ze zich zouden houden aan de uitspraak van de Franse rechter. Op die basis hebben die mensen gezegd, nou, dan blijven wij hier in die niet zo prettige Santé-gevangenis. Ja. Ze hebben dus eigenlijk een zwaarder regime aanvaard. Er is ook op andere wijze vertrouwen gewekt dat men zich aan die uitspraak zou houden. Maar meneer Moscovici, in alle redelijkheid, wie kan er nu praten over vertrouwensbeginsel en de Nederlandse regering heeft vertrouwen gewekt bij twee mensen die waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, kom daar straks op terug, een van de laagste misdrijven in onze maatschappij hebben gepleegd. Hoe kunt u dan zeggen, het vertrouwensbeginsel is geschonden? Ja. Dat begrijp ik niet. Nou, ik wel. Kijk, dat hoop ik. Ja. Laten we vooropstellen dat een ernstig misdrijf, door geen enkel advocaat, denk ik, ook door mij, niet wordt toegejuicht. Integendeel, een ernstig misdrijf is te verafschuwen. Ja. Is ontvoering een ernstig misdrijf? Ontvoering is een van de ernstigste misdrijven, zoals u zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Goed. Edoch, ook een crimineel, ik weet niet dus of men hier over criminelen moet spreken, want in Nederland, gelukkig, en in iedere rechtsstaat, is een verdachte, tot hij veroordeeld is, wordt hij voor onschuldig gehouden. Ook een crimineel zelfs heeft recht dat er over hem recht gedaan wordt. Ja. En je mag niet, hè, dat is misschien dat is heel actueel op het ogenblik. Er is onlangs een aankomend hoofdcommissaris van politie in Amsterdam geweest. Met alle respect, ik wil niet naar zijlijn. Maar dat is helemaal geen zijlijn. De zaak is zo gecompliceerd. Het is geen zijlijn. Het is ook, daardoor maak ik het duidelijk. Als u belooft dat het geen zijlijn is, nee, dan krijg je eruit. Nee, natuurlijk niet. Die heeft gezegd dat om misdrijven te achterhalen, behoeft men zich niet altijd aan de wet te houden. Met andere woorden, je mag de wet overtreden om een misdadiger te pakken. Nou, ik vind als je dat doet, dan glijd je als rechtsstaat af. Ja. En conclusie is dat ook in een geval als dit, ook bij de ernstigste misdrijven, moet een land dat zich respecteert, een rechtsstaat wil zijn, moet zich aan het recht houden. Je kunt niet zeggen, het is een ernstig misdrijf, en hoeven we ons er niet aan te houden. Maar Nederland houdt zich perfect aan het recht, schendt alleen iets wat u noemt het vertrouwensbeginsel. En dan denk ik, ja, Amahoula, in zo'n ernstige zaak mag de Nederlandse regering eindelijk misschien ook wel eens slim optreden. Slim wel. Ja, maar dat zijn ze. Maar niet onrechtmatig. Nee, maar het is een slimme zet. En ik denk dat u daar toch niet helemaal onderuit kunt. Maar ik wil even naar een ander punt. We gingen daar net gemakkelijk overheen. Waarom heeft het zo lang geduurd? De gewone rechtbank in Frankrijk heeft, als ik goed geïnformeerd ben, gezegd, ondanks dat verdrag, we willen best uitleveren, zonder voorwaarden. Mm-hmm. Hoger beroep. Het Hof in Frankrijk heeft gezegd, ondanks dat verdragje, dat stoffige verdragje uit 1895, wat u heel listig opgediept heeft. Maar het is een geldend verdrag. Het Hof heeft gezegd, ondanks dat geldende verdrag, in hoger beroep, wij leveren uit zonder voorwaarden. De Franse regering heeft tegen de Nederlandse regering gezegd, jongens, wij willen best uitleveren. Dan komt alleen begin november de Franse Raad van State. En die zegt dan eigenlijk, tot verrassing van de Nederlandse regering, wij houden ons aan het verdrag van 1895, wij leveren Cor van Haar en Willem Haar niet uit. Vindt u het dan gek dat op dat moment de Nederlandse regering zegt, jongens, nu moet er wat gebeuren? Ja, dat vind ik nou gek, wil ik niet zeggen. Maar dan kunt u toch met het vertrouwensbeginsel onderkomen? Nee, dat zal ik u. Dit is weer heel simpel uit te leggen. Ja. Kijk, dat verdrag geldt nog. Dat maakt dus deel uit van het Nederlandse recht, ook van het Franse recht. En als op basis van dat verdrag door de hoogste rechter, want de Raad van State in Frankrijk spreekt recht, door de hoogste rechter bepaald is dat men op basis van dat verdrag alleen op die manier mag uitleveren, en Nederland doet dat dan niet, dan doet Nederland iets wat onrechtmatig is. Ja. Dat mag niet.
En je mag natuurlijk nog veel minder misschien, of niet misschien, je mag nog veel minder mensen ontvoeren, maar het een mag niet en het ander mag niet. Ja, maar meneer Moscovici, u zit bij mij in de klas, ik ben leraar. Ja. Ik zeg, nou, Max, je bent behoorlijk vervelend, ga je de klas maar uit. Mm-hmm. Even later bedenk ik me, denk, god, wat een aardige man eigenlijk, blijf toch maar zitten. Dan wordt u kwaad, want u zegt, je zou me de klas uitsturen. Je hebt het vertrouwen gewekt dat ik de klas uit zou gaan. Dat kunt u dan de leraar toch niet kwalijk nemen? Nee, je hebt niet het vertrouwen gewekt dat je de klas uit zou gaan, je hebt het vertrouwen gewekt dat je de klas uit zou gaan en als je wordt teruggeroepen, is dat heel iets anders dan dat je hier wordt teruggeroepen. Want je wordt hier teruggeroepen om niet nog 10 maanden, maar nog 6 of 7 jaar te zitten. Ja. Dat is het verschil. Kleinigheid. Het is geen kleinigheid en dat weet u zelf ook. Ja. Hebben zij ooit tegen u gezegd, de twee verdachten, we hebben het gedaan? Ze hebben het niet gezegd, maar als ze het gezegd zouden hebben, zou ik het u niet mogen zeggen, want ik heb beroepsgeheim. Hebben ze ooit tegen u gezegd, we hebben het niet gedaan? Ik heb u al gezegd dat ik beroepsgeheim heb. Hoe ver gaat dat? Heel ver, gelukkig. Ja. Ik denk ook dat dat een goede zaak is. Bent u als advocaat geïnteresseerd in de schuldvraag? Wilt u weten of ze het gedaan hebben? Vraagt u ze dat? Ik vraag het wel eens als het in belang van de verdediging is. Als het niet in belang van de verdediging is, vraag ik het niet. U doet dus geen bewuste poging bij uw cliënten om achter de waarheid te komen? Nou, vaak is het een bewijskwestie en dan gaat het er niet om. Dat is een typisch juridische zaak. Ja. Dan gaat het erom of er wel of geen bewijs is. Niet eens of iemand het gedaan heeft of niet. Nee, maar u doet dus niet bij iedere cliënt die u krijgt een beroep om u de waarheid te vertellen. Nee, want dat is die man zijn ik zou dan zijn recht op privacy schenden. Die man heeft er recht op wel of niet aan mij te vertellen of hij inderdaad gepleegd heeft of niet. U kunt het vragen, tenminste. Ja, maar dat doe je dan niet zo direct. Want je hebt een zekere... De man die in de gevangenis zit, die je bezoekt, die verkeert er in een hele beroerde positie en daar mag je geen misbruik van maken. Nee. Iemand zei vandaag tegen me, deze zet van de regering, want ik blijf hem slim vinden, zal meester Moscovici niet lekker zitten. Tot op heden was hij in deze zaak het slimste jongetje van de klas en er is nu opeens een slimmer jongetje in de bank geschoven bij hem. Daarom gaan we weer naar de rechter en die moet dan opnieuw beslissen wie nou, ja niet het slimste hoor, maar wie het bij het rechte eind heeft. Ja. Daarom dient met name, of nee, ik kan anders zeggen, daarop zal een eventueel vonnis uitsluitsel geven. Zijn ze verbannen nu, deze twee uit Nederland? Nou, dat is weer zoiets. Kijk, wij kennen in Nederland geen straf van verbanning. Er zijn landen waar zoiets bestaat. Het feit dat Nederland die mensen na een gedane uitspraak, zegt wij herroepen ons verzoek om de mensen uit te leveren, dat is een buitenwettelijke straf een die Nederland verbanning. Niet kent. Een soort verbanning. Ja. En dat is één van de redenen, want zijn er nog een aantal, waarom de handelwijze van de Nederlandse regering in mijn idee onrechtmatig is. Ja, maar het antwoord op wat u zegt, een soort verbanning, is heel simpel. Ze zijn helemaal niet verbannen. Ze zijn namelijk van harte welkom. We willen ze heel graag hier voor de rechter brengen. Ja, dat is nou... Als er ergens van verbannen geen sprake is, is het in dit geval. Ja, in alle respect, maar dit is nou eigenlijk juristerij. Ja, dat begrijp u zegt. Ik. Want wat betekent dat in feite? Ze zijn welkom, maar ze zijn niet welkom om die straf te ondergaan, eventueel als ze veroordeeld zouden worden, die op grond van het geldend recht hen toekomt. Ja. Ze zijn welkom om een straf te ondergaan die hen, zo meen ik te mogen en te moeten zeggen, niet toekomt omdat het geldende recht nu eenmaal zo is. En mag ik er dan dit achter zeggen? Misschien was het goed geweest en was de Nederlandse staat, of degene althans die dat toen die procedure in gang gezet heeft, het Openbaar Ministerie dus, die hadden toen dat die overeenkomst beter moeten lezen. Dan hadden ze van het begin af aan gezien dat daar nu eenmaal in staat dat je voor dat bepaalde misdrijf niet kunt worden uitgeleverd. Nee. U wist dat van tevoren? Nou, kijk, ik wil de eer niet zozeer en alleen naar mij toe halen. Nee. Wij werken met een team op kantoor. En behalve ik wil dat best zeggen, heeft de meester Thiesse, meester Meijers en anderen aangewerkt. Ja. U lijkt wel een artiest nu, die noemde ook altijd het backingkoortje even erbij. Nou, het is belangrijk, zoals u weet, ook bij artiesten. Ja. Ik zou zonder medewerkers dit werk niet hebben kunnen doen. Dit is vrij ingewikkeld, hoor. U bent nu 1,5 jaar verder, meneer Moscovici. Volgens mij bent u geen bal opgeschoten.
Dat kunt u ook tegen de regering zeggen, tegen de staat. Nee, want die moest afwachten tot die Franse Raad van State uitspraak deed. Nee, dat kon niet anders. Die waren net zo ver. Toen ze begonnen waren de mensen ook vrij. Dat zijn ze nu ook. Ja, maar er is nu in ieder geval een situatie ontstaan waardoor er straks toch ooit een beslissing zal moeten komen. Die mensen, die twee, kunnen niet ten eeuwige dagen in Frankrijk blijven. Nee, ik hoop de toezegging te krijgen dat ze in ieder geval zo lang in Frankrijk kunnen blijven totdat er in Nederland beslist zal zijn of Nederland gehouden zal zijn zich aan, laat ik het maar zeggen, aan het verdrag te houden. Wat een zin zeg. Tja. Hè? Kunt u nog een keer zeggen of niet? Nee, dat hoeft Jazeker, niet. Met alle plezier. Maar ik heb het namelijk niet gevolgd. Kunt u nog één keer zeggen? Jazeker, misschien met iets andere woorden. Ja. Nou, dan ben ik het zelf ook kwijt. Nou. Nee, maar dat zie het u alleen maar. Dat is helemaal niet erg. Als die Nederlandse regering lekker lang wacht, dan is dat heel handig. Ik heb het. U heeft het weer? Ik heb het weer. Hij is aan u. Wij wachten nu op een bericht van de Franse regering of Frankrijk die twee mensen in Frankrijk laat blijven tot er door Nederland beslist is, door Nederlandse rechter beslist is, of ze naar Nederland zullen moeten worden uitgeleverd op basis van het verdrag. Heeft u het voor de rechtbank ook wel eens moeilijk, of niet? Oh, vaak. Ja? Vaak. Want u heeft niet echt de routine, volgens mij. Nee, voor mij is iedere zaak nog nieuw. Misschien ook omdat die me telkens opnieuw weer boeit en interesseert. Ja. Als die Nederlandse regering nou lekker lang wacht, dat wou ik dus net zeggen, voor u de kans greep en terecht, om even die zin te herhalen. Ja. Ik heb het nog niet helemaal begrepen. Maar ik wil het nog wel eens zeggen. Nee, ik weet wel welke kant het op gaat. Als de Nederlandse regering maar lekker lang wacht, dan ondertekent Frankrijk straks dat nieuwe, nou ja, inmiddels 20 jaar oude uitleveringsverdrag, wat bijna alle West-Europese landen met elkaar hebben, dat ligt nu in het Franse parlement, dat komt erdoor. Zo gauw zij hun handtekening eronder zetten, zijn we klaar. Twee dingen. Ten eerste, wanneer Nederland gehouden zou zijn op basis van een rechterlijke uitspraak om alsnog de twee Nederlanders, de twee Amsterdammers, hier te ontvangen en te berechten op de wijze van de oude overeenkomst, dan speelt dat uiteraard geen rol. Nee. En wanneer inmiddels het nieuwe verdrag zal zijn geratificeerd, dan betekent dat nog niet zonder meer, dat is ook nog een juridische, het is een hele unieke zaak, dat begrijpt u wel. Nee, daar zijn we in heel Nederland langs van achter hoe uniek nou, deze zaak is. Er is nauwelijks jurisprudentie, of beter gezegd geen jurisprudentie over te vinden. Vandaar dat het moeilijk nog, is. Ja, maar dan is het nog, zeker is het moeilijk. Ja. Dan is nog altijd de vraag of dan van toepassing zal zijn het oude verdrag of het nieuwe. Ja. Twee dingen nog. We zitten in de krankzinnige situatie dat die jongens vanochtend in de krant zetten, wij missen de Westertoren. Stel nou dat ze liften. Het zijn gewone mensen hoor, ook al zouden het criminelen zijn. Nee, maar het zijn mensen van vlees en bloed. Dat zal nooit iemand ontkennen. Ja. Maar wat zeggen ze dan? Frankrijk heeft de wet gerespecteerd. Ik hoop dat Nederland dat ook doet. Ja. Alsof zij de wet wel gerespecteerd hebben. Ja, maar bent u dan van mening, ik mag niet vragen, maar kan men dan van mening zijn dat wanneer iemand, laten we nou zeggen, een misdadiger, iemand die iets verkeerds doet. Laten we nou maar iets simpels nemen. We hebben straks over een fiets gehad, geloof ik. U fietst verkeerd. U wordt op de bon gezet. U komt voor de rechter. Mag u dan, omdat u een overtreding gepleegd hebt of een misdrijf gepleegd hebt, niet het recht opeisen om toch op de juiste wijze berecht te worden? Nee, maar dat willen we juist. We willen juist dat ze op de juiste wijze berecht worden. Ja, maar dan, nou ja, dan, goed, dan krijg je de vraag, nee, wat is de juiste maar die vraag wil ik helemaal niet stellen, want één ding is duidelijk, meneer Moscovici, en dat zult u niet kunnen ontkennen. Het is in deze anderhalf jaar durende affaire helemaal niet meer gegaan om de vraag, hebben ze het wel of niet gedaan? Nee. Maar van uw kant alleen maar, waar en hoe krijgen ze de minste straf? Dat is mijn taak als pleiter voor deze mensen. Ja, maar daardoor is die vergelijking met die fiets heel ongelukkig. Ik wil nog even naar een ander punt toe. Dat vind ik niet hoor. Vind ik bepaald niet. Geeft niet. U ziet het recht heel zwart-wit. U zegt het recht moet zijn loop hebben. U bekijkt zo'n zaak heel cool. Klinisch, ja. Ja. Daarom vandaar die chirurg. Betekent dat u ook altijd iedereen kunt verdedigen? Ik kan niet altijd iedereen verdedigen. Ik heb af en toe wel eens nee moeten zeggen. Ja. Mente. Ook daar mag ik niets over zeggen. Dat, nee. dat valt onder het beroepsgeheim. Maar je kunt een zaak niet verdedigen waardoor je, laat ik het zo zeggen, een zaak soortgelijk aan Mente zou ik niet kunnen verdedigen omdat ik dan te veel geëmotioneerd zou zijn door de zaak en dus geen goed advocaat. Ja. Omdat ik dan niet klinisch kan werken. Slotvraag. Ik ken u inmiddels na het tweede gesprek iets beter. Ik u ook. Volgens mij heeft u goed spijt van die zaak. Van de welke? Dat u erin bent gestapt. Nee, bepaald niet. Het is een bijzonder interessante zaak. Ja. En er wordt wel af en toe gezegd van hoe kun je dergelijke mensen verdedigen. Maar wanneer ik een moordenaar verdedig,
Of wanneer ik een bankdirecteur in een civiele zaak verdedig, zegt de tegenpartij dat ook wel eens. Hoe kun je zo'n man nou verdedigen? Dat zul je altijd wel blijven houden. En ik vind dat iedereen recht op verdediging heeft. Absoluut. En als u zelf eens in een moeilijke situatie bent, ik hoop dat het nooit gebeurt, dan vindt u dat zelf ook. Ik bel u, maar ik kan u niet betalen, want ik heb al het gehoord dat u zo duur bent. Krijgt u een toevoeging? Ja? Nou, dat zou heerlijk zijn. In de rechtszaal heb ik wel eens van u gemerkt dat als u kwaad werd, dat u steeds zachter ging spreken. Maar u bent op hetzelfde niveau blijven praten vanavond. Nou, er wordt ik praat in het algemeen niet hard. Nee. Still going, but with a heavy stick. Ik weet niet of u dat juist... Nee, wat is dat? Nou, vertelt u het maar even. Nee, ik weet het niet. Still going, but with a heavy stick. Going slowly, but with a heavy stick. Wat bedoelt u daarmee? Dat betekent langzaam en rustig lopen, maar wel als het nodig is een zware stok bij je hebben. Ja, nou die zware stok heeft u nog en misschien nog wel heel lang. Dank u wel, meneer Moskowitz. Ik dank u wel. Over de reis naar Beauvais van dit weekend van meester Max Moskowitz. De reis naar de twee verdachten in de Heinekenzaak. Straks meer in Tros Actua. Dus kijkt u naar onze vrienden. To lead a better life, I need my love to be here. Here. Making each day of the year, each one believing that love never dies. Watching her eyes, and I'm hoping I'm always there to be here, there, and everywhere. Here. En deze man had u ongetwijfeld herkend, Mr. Billy Preston. Thank you. Yeah. Thank you very much. Hi. I somewhere read that you're living in Holland now. It's not true, is it? Oh, yes it is. Oh, yes. Hij leeft tegenwoordig in Nederland en hij heeft met alle grote ter aarde gespeeld. The Rolling Stones, the Beatles, we always say the same things about you. Why did you come to Holland? Not because it's such a beautiful country, is it? Yes, I love it. I love it here. The people are very nice and I like it. I'm living in Hilversum. Hij woont in Uithoorn, zegt hij, en hij vindt het hier heerlijk in Nederland. Hij vindt het zo'n prachtig volk en alle mensen even lief en aardig. Hij raakt er niet over uitgesproken. This is going to be the first time that you're going to introduce your little sisters. Hij gaat nu zijn twee kleine zusjes voor het eerst voorstellen. It's the first time in Europe that you're on television with them, is it? Yes, it is. And I'm very happy to have them with me. They're my sweethearts. Please do introduce them. I will. My mother and my sister. Would you welcome them, please? What are their names? Robbie Williams and Rodina Preston. Nou, voor het eerst in Europa op televisie met een kerstlied, want Sinterklaas is nog niet weg, of het is kerstmis, hè? Sinterklaas has not gone, of it's Christmas already, as you might know. Hier zijn ze, for the first time on television in Europe, the Preston family. My favorite time of year is Christmas, 'cause that's the day that Christ was born. We'll be feeling merrily, Christmas with the family. Now it's time for celebration, and the house is filled with decorations. We'll be feeling merrily, Christmas with the family. Christmas with the family, that's what we're having now. Christmas with the family, we'll be feeling merrily, yeah. Christmas with family. Santa. And they're looking at the chimney top to see what kind of toys he'll bring. In Christmas carols we will sing. Well, my favorite time of year is Christmas, 'cause that's the day that Christ was born. We'll be feeling merrily, Christmas with the family. Christmas with the family, that's what we're having now. Christmas with the family,
Moeder, zuster en broer Preston in Christmas with the Family. Kerst lekker thuis met je familie. Ik denk dat we allemaal wel eens iets hebben van, ik ga er vandoor. Ik ga fietsen door de Sahara, ik ga met een luchtballon naar de maan of ik ga met een vlot de oceaan over. Maar we dromen dan wel van dat avontuur, maar er zijn maar zo bitter weinig onder ons die dat dan ook eens een keer doen. Er zijn in elk geval twee mensen die werkelijk alles ondernemen waarvan je denkt, dat kan dus helemaal niet. Ze wonen in Amsterdam. Het zijn de Belg Fons Oerlemans en zijn Nederlandse geliefde Kay Arends. Laten we eens kijken wat ze allemaal al gedaan hebben. Hun eerste grote tocht ging op een rubber reddingsvlotje. Hier ziet u Oerlemans. Het was niet zo'n gek succes, want de partner kreeg al na 3 uur heimwee. Maar een paar jaar later dobberde die dan toch op een houten vlot, altijd onder het toeziend oog van deze haaien, van Marokko naar Amerika. Je moet er maar trek in hebben. Goedkoop is het wel in ieder geval. Op de derde grote reis nam hij voor het eerst zijn geliefde Kay mee. En weer was er bezoek van deze vriendjes. Het was een soort stoomketel daarna, waarmee hij nog eens een keer de oceaan overstak. Een reis van een half jaar van Antwerpen naar Barbados. En daar is Kay. En tenslotte maakte hij dan nog een reis met, geloof het of niet, een op schoorstenen vastgebonden vrachtwagen. Die komt nu in beeld. En daarmee dreef hij in 3 maanden van New York naar Nederland. Een verschrikkelijke tocht, maar het lukte. Daar heeft u hem. Ja, waar je zin in hebt, zou je zeggen. Maar ze staan aan de vooravond van 2 grote nieuwe avonturen. En daarom zijn ze hier, Fons Oerlemans en Kay. Ja, nu is de vraag of de olifant daadwerkelijk zal lopen. Dat was een schat, hè? Ben je goed met olifanten, Fons? Nog niet, maar het zal wel moeten komen. Ja, en je gaat met olifanten een hele grote reis maken. We hebben daar een parkeermeter neergezet voor de olifant. U kunt hem daar zo lang even neerzetten. Zo, kan je eraf komen, Kay? Fons, kom zitten. We wilden toch eens even kijken. Denk om de meter, hoor. Ja. Fons, jij gaat met olifanten binnenkort wat doen? In 218 voor onze tijdrekening is de Carthaagse generaal Hannibal van Cartagena in Spanje helemaal naar Italië getrokken om daar zijn aardsvijanden, de Romeinen, aan te vallen over de Alpen. En jij gaat die tocht nadoen? Ja, want hij heeft dat gedaan, dus met olifanten, 37 had hierbij. Hoeveel neem jij er mee? Nou, wij gaan er 3 meenemen, omdat we dus met een kleinere groep gaan, met zo'n 25 of zo. En dan is de verhouding een beetje juist. Ja, hallo jongen. Ja, ja, ja. Dit is de microfoon. Ik heb niks voor je. Hebben we nog iets te snoepen? Ja, Fons heeft ook nog. Ja. Nou, Fons, ja, goed zo. Ja, je zult toch moeten leren omgaan met die olifant, hoor. Erg moeilijk. Ja. Zeg, niemand weet precies hoe die Hannibal over die Alpen gegaan is. Jij gaat het toch doen? Ja, 2000 jaar lang is het al een controverse eigenlijk, waar dat beestje, waar hij nu overgetrokken is. Ja. En ik heb om het juist te vinden, moet je naar de originele manuscripten van Polybius teruggaan, die Hannibal, of liever in die tijd, leefde. Ja. 150 voor Christus heeft hij dus die manuscripten over die Alpenovertocht in het Grieks op papier gezet. Ja. En ik ben van die geschriften uitgegaan in de 16e eeuw, toen de boekdrukkunst begon. Dus dan hebben ze allerlei fouten gemaakt en wijzigingen. Ja. Maar Kay en ik, wij zijn naar de Alpen geweest om die tocht, het traject dat wij willen maken,
te gaan onderzoeken. Ja. En het is een pad dat volledig klopt volgens wat die Griekse schrijver in de tijd gezegd heeft. Nou hebben we die reizen van je gezien en dan denk ik ja, één keertje, prima, twee keertje. Maar de reactie die je toch gauw zal krijgen is dat mensen zeggen ja, die man is hartstikke gek. Nou, dat zeggen ze wel eens hoor, maar het is eigenlijk, dat avontuur voor ons is een levensbehoefte. Ja. Net zoals ademen, want wij gaan zomaar niet zo'n ondernemingen bijvoorbeeld. Ja, is een hele voorbereiding natuurlijk. Ja, dat zie ik. En het is, straks in de Alpen natuurlijk zal die gras moeten hebben. Ja. En op een bepaald moment zitten we boven de boomgrens. Is er geen gras meer, dus we moeten daar allemaal rekening mee houden. Kay, hoe heb jij Fons leren kennen? Nou, heel leuk. Op een advertentie voor reisgenoten. Dat waren altijd mijn favoriete pagina's in de krant. Ja. Ik zocht altijd naar een reisgenoot die met mij de wereld over wilde zwerven. En toen vond ik een advertentie. Wereldreiziger zoekt reisgenoten om unieke expeditie en wereldreizen te ondernemen. Let's travel each and every highway you only live once. Frank Sinatra dus. Ja. Ja, ook. Dus je viel meteen op hem? Ja, in het begin niet toen ik zijn stem hoorde, want ik dacht, iemand zou uit Limburg of uit België. Mm. Maar ja, vooroordeel. Want toen hij kwam, toen vielen we alle twee gelijk op elkaar. Hè? Toen zijn we meteen maar bij elkaar gaan wonen. En je bent meteen zo'n reis op zo'n houten vlot gaan maken. Ik ken mensen die het één dag samen al niet volhouden in een vijfkamerflat. Hoe hou je het maanden op zo'n vlotje vol met elkaar? Want je kan niet zeggen, ja, ik ga even een weekendje naar de Haaien. Nou, ik denk dat ik het in één kamerflat ook niet met hem uit zou houden. Maar op een vlot wel, want dan heb je zoveel avontuur om je heen. En het is zo heel anders. Je voelt je toch heel vrij en blij. En alle moeilijkheden, als je elkaar ligt, dan los je alle dingen die gebeuren, die los je met elkaar op. Het is gewoon heel spannend en heel intens. Ja. Wat voor man is Fons? Hij is heel erg lief. Ja. En heel erg technisch en goed in bijna alle dingen. Ja? Ja? Een beetje raar ook wel toch, hè? Nee, dat vind ik nee? niet. Nee, ik vind hem helemaal niet raar. Nee, want behalve dat hij over de Alpen gaat, ga je ook nog in een fles nu naar New York, hè? Ja, aan dat project werk ik ook al een jaar. Een melkfles, en, of hoe is dat? Nou, ik heb een klein modelletje bij. Kijk, heb ik zo gemaakt, dus ja? Dit wordt dat. Er komt nog wat bij natuurlijk, maar hier zitten we. Dit zijn de brandstofruimtes, motor enzovoort. Ja. En in een werkelijk model van een fles, dus gaan we in een, tegen een snelheid van 80-90 km per uur van New York naar Amsterdam 80, varen. 90 km per uur in een melkfles? Ja. Nou, het mag ook een bierfles zijn natuurlijk. Ja. Het is het originele ontwerp, maar een klassieke fles. Maar ga je er eerst in en bouwen ze dan die fles om je heen, net zoals bij die boten die in zo'n fles zitten? Of gaat het andersom? Nee, dus het wordt natuurlijk ook een stalen fles, want het glas dat zou ik ook niet zo erg betrouwen. Ga jij weer mee? Nou, als het mag van Fons. Alle andere reizen moest ik mee, maar nu is het de vraag of ik mee mag. Jullie hebben inmiddels twee kindertjes, hè? En je bent natuurlijk toch doodsbang. Ja, ik ben wel banger geworden. Maar ik denk dat als er niet iemand anders zou zijn die met Fons meegaat, dan gaat er waarschijnlijk wel iemand anders mee, dat ik dan toch in ieder geval wel meega. Ja. Fons, slotvraag. Jullie doen met z'n tweeën dingen waarvan iedereen droomt en die wij nooit zouden doen. Hoe kunnen jullie dat toch wel doen? Wel, iedereen kan dat doen in feite. Het is gewoon die stap nemen om te zeggen, nou, ik wil dit leven. Ik wil dat doen. En dan, zoals ik, moet je nog een beetje geluk hebben met een directeur die dan zei tegen me, wel, doet het maar jongen, als jij dat eerst wilt doen, en als dat allemaal klaar is, nou, dan mag je terugkomen. Ja. Zo'n directeur zijn er natuurlijk niet zo gek. Maar dat hoeft ook niet per se. Nee. We gaan jullie de komende maanden heel erg in de gaten houden. Eerst over de Alpen met onze kleine olifant, dat wordt al heel spannend, en dan in je fles naar New York. Ik ben benieuwd. Kay en Fons, dankjewel. Ja, dankjewel. We gaan naar de Tweede Kamer. Daar is deze keer voor het eerst een gastspreker uitgenodigd. Waarom? Nou, ze zeiden in die Kamer, wij willen nu ook wel eens wat leuks doen na alle ernst van de afgelopen maanden. Nie, stuur ons iemand die een spelletje met ons kan spelen. Nou, dat deden we dus. En het spel wat er gespeeld wordt is geen ja en geen nee. En het wordt gepresenteerd door de man die echt bij dat spel hoort. Dus kijkt u maar. Meneer de voorzitter, geachte afgevaardigden, we gaan spelen het spelletje geen ja en geen nee. Dat kent u ongetwijfeld en de spelregels ook. Hè? U mag alles zeggen, behalve de woordjes ja en nee. Dat mag niet. Hè? Elke partij heeft één kandidaat afgevaardigd.
Namens de Partij van de Arbeid, meneer Den Uyl. Wilt u de microfoon nemen, meneer Den Uyl? Bent u er klaar voor? Ja? Ja, ik ben verbaasd. Nou, we waren eigenlijk nog niet begonnen, hè? Voor deze keer. Daar gaan we. Uw naam is toch Joop Den Uyl, klopt dat? Ik vind dit nogal flauw. En u bent getrouwd met Liesbeth? List? Dat is niet correct. U voert ook bij de komende verkiezingen de lijst van de PvdA aan, hè? Nog één keer. Dat zal de in Nijpels goed moeten vinden. Dat is niet juist. Dat is niet juist. Nou, even voor alle duidelijkheid. Klopt dat? U doorbreekt de spelregels. U gaat goed, meneer Den Uyl. U bent volgens mij heel goed in dit spelletje. Nou, dat is het gebeurt elke dag, dus ik laat dat even tot me doordringen. Ja, ho maar. U zei zuiver ja, hoor. Ah. Jammer. Jansen, de tijd? 41 seconden. Spannend, hè, meneer Scholten? Oh, domme, dat is toch geen stijl. Ik speel hartstikke goed. Ah, ga dan weg. Je kent de spelregels geen eens. Ik is niet eens. Namens de VVD, Ed Nijpels. Meneer Nijpels, wat rijmt er op VVVDDD? Nee. Geweldig, wat een tijd. Misschien had u toch beter niet mee kunnen doen. Ja, bij nader inzien ben ik er toch niet zo gelukkig mee. Daar kan ik in komen. De tijd, Jans? 4 seconden. Meneer Van Dam, u bent vandaag voor het laatst hier, hè? Weet u de naam al van uw opvolger in de Kamer? Hoe heet die? Flipsen heet die. U wilt meespelen? Dank u wel, meneer. Dat is prachtig. Wat zegt ze? Nee, zegt ze. Zijn we gauw klaar, nietwaar? Volgend jaar weer. Ja. De laatste kandidaat, en die komt van het CDA. Ruud Lubbers. De tijd gaat nu in. Bent u zover? Ik kom daar straks op terug. Ja, dat is geen antwoord. U had zich toch wel opgegeven? Moet daar wel straks op terugkomen. Ja. Neemt u nou een loopje met me of hoe zit het? Terugkomen. We zijn wel begonnen, meneer Lubbers. Ik kom daar straks op terug. Ja, luister eens. U mag nou wel de baas van het kabinet zijn. U moet zich wel aan de regels van het spelletje houden. Die hebben ze u toch wel verteld? Verschillende hebben daarover gesproken. Om redenen waar ik ook straks op terugkom. Ja. Bent u nou van plan om het spel serieus te nemen? Daar kunnen wij natuurlijk niet op wachten. Goed. Iets heel eenvoudigs dan. Bent u Lubbers, geboren Ruud? Ik heb dat op het departement nalaten vragen. Juist. Ik krijg hier net een briefje van meneer Jansen, waarin hij heeft opgeschreven dat u vroeger niet het knapste jongetje van de klas was. Klopt dat? Daarin heeft hij gelijk. Voor dicté met name, lees ik hier, werd er helemaal geen cijfer genoemd in uw eindrapport. Klopt dat? Hebben wij inderdaad geen cijfer genoemd. Even een experimentje. Mag ik u nu een dicté opgeven? Wij durven dat niet aan. Ah, u bent bang. Ja. Ja. Jansen, de tijd. 1 minuut 28 seconden. Nou, geen twijfel mogelijk, onze vader des vaderlands, Ruud Lubbers, heeft het spelletje gewonnen. Een applausje graag voor meneer Lubbers. Ja? Nee, we zullen eens kijken hoe die mensen thuis klappen. Ja. Jaloers zeker, meneer Van Dam. Toch lijkt het een leuk spelletje voor de VARA. In elk geval is het goedkoop. Ja, toch was het een leuk spelletje voor de VARA, zegt Gerard Cox nog. De foto's die u zag van de ontvoerders van Heineken, de mogelijke ontvoerders van Heineken, moet ik zeggen. Degene althans die daarvan verdacht worden, dat waren exclusieve foto's van de Telegraaf. Dat moest ik erbij zeggen. En bij deze. Het ding van de week, daar gaan we nog even naartoe. Want u heeft het al zien staan. Het is deze keer wel iets heel opvallends, denk ik. Het is een robot die gemaakt is door de heer Henk Gossen. En het is niet zomaar een robot. Dit is echt een hele unieke. Moet u maar eens kijken. Het is een soort mens. Mag ik even erbij?
Hier kunt u zien dat hij 13 functies heeft. En bijvoorbeeld kan deze robot, wat heel veel mensen al hebben afgeleerd, hij kan blozen. Ik weet niet of we dat kunnen zien. Kijk, de robot kan blozen. Weinig politici doen dat nog vandaag de dag. Misschien goed voor ze dat ze dit een keertje zien. En het hoofd kan heel mooi bewegen. Kan het hoofd mooi bewegen? Meneer, wilt u uw hoofd misschien even bewegen? Meneer Gossenzeil, het zal me niet gebeuren dat het misgaat. Een mens is toch perfecter, hè? Dat is eigenlijk een heel prettig idee, vind ik. Als hij een prachtige dame tegenkomt, kijk of hij dat doet, dan doet hij dit. Die werkt wel. En wat hij ook kan, en daar gaan we ermee uit, viool spelen. En onder die klanken wou ik u zeggen, dit was de tv-show Een robot op de viool. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag.